leden van de krakers der natie, leden van het volk der Nederlanden. U zult wellicht verbaasd zijn ons hier vandaag te zien in de hoedanigheid van woordvoerder van de krakers. Maar sinds de krakers massaal onze kroning bijwoonden en dit tot een onvergetelijke dag maakten voor ons allen, hebben wij een bijzondere band met elkaar. Daarbij hebben we als Koninkrijk der Nederlanden altijd veel verbondenheid gevoeld met bezetters. Zeker wijlen mijn vader. Ook op andere gebieden kennen wij al lang overeenkomsten met de krakers. Krakers worden, zoals u wellicht weet, vaak beschouwd als wars van loonslavernij. Iets dat in onze familie al eeuwen een goed gebruik is. Arbeid adelt immers, maar adel arbeidt niet, zoals u weet. Zoals de elite betaamt, laten wij anderen voor ons werken en vergaren we zo onze rijkdommen. Zoals de verschillende paleizen, de villa's, de buitenhuizen en onze talloze optrekjes waar we slechts schaars gebruik van maken. Maar burgers, in deze uitzonderlijke tijden, tijden van crisis, is het van groot belang dat we alle een steentje bijdragen. Zoals wij reeds tijdens de troonrede opmerkten, de huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen. Daarom nemen wij als Koningin der Nederlanden vandaag onze verantwoordelijkheid. Het is niet houdbaar en wel beschouwd nooit geweest dat terwijl steeds meer mensen de grootste moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, wij baren in rijkdom en vele paleizen. Allen opgebracht door publiek uw geld. In die zin is zeker wat het koninklijk bezit betreft eigendom gelijk aan diefstal. Wij willen niet langer meedoen aan deze diefstal van de rijken. In vormen van speculatie, van torenhoge huren, van wurghypotheken. Wij zijn al die eeuwen riant op het volk, op het geld van het golf geleefd te hebben door de krakers tot inkeer gekomen. Wij stellen, laat de rijken de crisis betalen. Vandaar dat wij dit paleis teruggeven aan het volk, wat wel beschouwd toch al van u was en recentelijk met uw gelden heel aardig is opgeknapt. Ook verklaren wij van in de Nederlanden dat al het koninklijke bezit zal worden herverdeeld onder het volk. En voor degene, voor de elite, die hun ongebruikte bezittingen of hun gebruikte bezittingen, die hun overvloed niet willen delen, niet willen overdragen aan het volk, stellen wij voor, kraak de leegte. Kraken is een burgerinitiatief dat onze volle aandacht verdient. Hier sluit ik mij geheel bij aan. Kraken verbieden dient slechts hen die veel geld verdienen aan de woningnood. Daarom roepen wij in ieder op het breekijzer ter hand te nemen. Idealen ontruimt men immers niet. Kraken gaat deur.